Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Bijstoks, Romond, Maasbracht en Heerlen. We gaan het hebben over een onderwerp wat bij veel mensen leeft, de devotietegels in de kapel in het Zand. En daarvoor is aangeschoven Giel Hommelberg. Hartelijk welkom. U bent uh, vrijwilliger bij de kapel in het zand, ja. en u bent uh, professor in de devotietegel. Nou, <laughs> Hoe zou je het kunnen noemen? Ja, <laughs> ik ben daar vrijwilliger, en um, ik ben ooit begonnen met het uh, digitaliseren van de tegels die er nu zijn, ja. en uh, hoe komt dat? Dan lopen daar veel mensen rond en die willen weten waar hun tegeltje hangt. Van de familie van een opa of een oma ja. of een ander. Vanaf. ik ja. bel aan zand, natuurlijk een historische plek, vanaf ja. 1927. van 1927 daar de, zijn de eerste tegels geplaatst. Ja. Ja. Maar die kunnen ze niet vinden, want er zijn er duizenden. Hè. Ja. Om precies te zijn 9102, want ik heb ze allemaal gefotografeerd en gedigitaliseerd. Ja. Samen met het oude archief hier in Roermonds. Mm -hmm. En een systeem bedacht, zodat we ze kunnen terugzien. En uh, ja, daarvoor is veel gebruik van. Hoe lang heeft u daarover gedaan, om dat allemaal te inventariseren? Daar heb ik heel lang over gedaan. <laughs> uh, ongeveer 2,5 jaar. Ja, tweeënhalf jaar. Ja. Dat vroeg ik me wel af, hè, van, ja. Ja, als je al die teksten leest. Hè, de, uh, het zijn hele persoonlijke teksten. Je, er zit veel vaak een persoonlijk verhaal achter met uh, hoop, liefde, soms ook verlies. Ja. Uh, hoe was dat voor u om die verhalen uh, op u te laten inwerken? Ja, in de eerste instantie ben ik er eigenlijk vrij, vrij neutraal ingegaan. Niet zozeer in die teksten bestudeerd, misschien dus is gewoon echt alles opgeschreven, precies overgetypt enzovoorts. Een beetje wiskundig eigenlijk. Ja, 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 ja. Later, toen ik klaar was, toen ben ik er meer in gaan verdiepen. En er hangen bijvoorbeeld heel veel tegeltjes van de Sinti's hangen in de kapel. En uh, daar vond ze zeer interessante teksten die erop staan. Ook uh, Sinti-tekens met hun, hun eigen taal. En dit is eigenlijk geen schrijftaal, maar dat is een, een, een spreektaal. Hè? Uh -huh. Maar ze hebben toch uh, dingen opgeschreven. Heb ik iemand be kunnen benaderen om dat ook te vertalen? Wat er eigenlijk op staat. Dus dat is uh, interessant. Ja. Maar de Sinti-Bedevaart is natuurlijk nog steeds uh, ja, levend ja. hier in Roermond. Sint-Jubileus is pas geweest. He. Ja. En, uh, ja. In het verleden Tata Mirando, beroemd orkest ja. vroeger, Die is ook nog ooit is hier geweest. En uh, ja, dat is bijzonder, uh, bijzonder interessant, ja. Wat is precies een devotietegeltje? Ja, een devotietegel is gewoon een dankjewel. Of een smeekbeden. Wat iemand doet. Um, ja. Ik heb, ik heb een devotie tegen genoemd ik, misschien is er wel een andere naam voor mm -hmm. niet vroeger hadden ze ex-fotos dat zijn, dat zijn uh, afbeeldingen die men daar liet hangen mm -hmm. uh, sieraden bijvoorbeeld uh, er iemand verguit, was je nee, een of wat ja. Ook. en ja een armpje. of een beentje. Ja, ja, en, 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 ja. en dan maakte ja. en de paters, redemptoristen die daar sinds uh, 1860 uh, daar zitten, met het klooster laten bouwen. En die hebben toen op een gegeven moment ook die processiegang laten bouwen. Uh, en Nieuwe Kerk, trouwens, over de oude kerk heen, ja. uh, de Kruiswegpark, wat erachter ligt, ook van waterzendende mm -hmm. toeristen, omdat er toen dat, dus een enorme uh, toeloop was aan uh, uh, ja, ja, pelgrims. So, uh, Hoe kwam dat eigenlijk? Want... Ja, Nu komen er weer nieuwe tegeltjes. Um, hoe ja, het is een tijdje stilgelegen. Ja, hoe was het toen dat het zo'n zo toenop was? Waren er tijdens. Ja, ik denk dat het de tijd is. Ja. We hebben het over. Uh, tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. In de Bellum. In die tijd, hè? Ja. Dan was er een enorme, de, 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 kwamen er enorme groepen. Mm -hmm. De Bosse Processie, de Amsterdamse Processie, de Rotterdamse Processie. Dat zie je ook allemaal op de tegeltjes. Mm -hmm. De oudste tegeltjes, hè, in die hoek van waar Maria-kapelletje is, hè, daar uh, vind je dat allemaal. Hè. Is het nog mogelijk om, we zien daar een voorbeeldtegeltje, ja. om zo'n tegeltje tegenwoordig te laten maken? Ja, dat heeft een tijdje stilgeweken. Ja. Omdat men vond, ja, de gang is vol. Er zijn hier en daar nog wel een paar plaatsen te vinden, maar dat vond men, het is monumentenzorg. Er mag eigenlijk niets meer aan veranderd worden. Nu uh, hebben ze dus een ruimte. Naast de processiegang, gaan hè, bij de procureurbureau, dat Hamburg, kerkbestuur bedacht om dat te zeggen van nou daar gaan wij dat, dat die ruimte gaan we opknappen mm -hmm. en we gaan uh, daar de tegeltjes plaatsen nieuwe tegeltjes. Nou mensen kunnen zich inschrijven. Ik heb hier een voorbeeld dus een tegeltje. Want er zijn nu 9000 tegeltjes. Er, er een ruimte ruimte is ruimte voor 700. Ja ongeveer. 7000. Het is alleen de lokale media uh, aangekondigd. Ja. Ja, hoe, hoe loopt het nu? Zijn ze al uitverkocht? Nou, nee, zo. <laughs> nee, nee, zover is het nog niet. Nee, maar het loopt wel. Elke week komen we een uh, vijf of tiental mensen vragen of is Dus er is wel behoefte aan. Ja. Dus zeker behoefte wel. Ja. Is altijd eigenlijk al geweest, ja. maar we moesten altijd nevenbopen. Dus ik, nou, nee, het gaat niet meer, we doen het ja. niet meer. Maar we hebben toch weer de draad opgepakt, om, opnieuw. Ik denk heel dankbaar. Ja, dat heel veel mensen. Mensen zijn hier heel op blij. Ja. En je ziet uh, hele leuke reacties, uh, kreeg ik daarop. Uh. Het Kapel in Zand is een van de kerken, zoals ik dat leek, dat inschat. Waar het geloof uh, ja, met passie wordt uh, beleden en nog echt heel intensief uh, leeft. Net mm -hmm. ja, dat zie je ook aan die Sinti-bedenvaart. Uh, dus ja. ik kan me voorstellen dat het daar prima bij past. Ja, het is een hele levendige uh, parochie, hè? Yes. Ja. Ja. Eén van de weinigen nog die het uh, is nu. Er is een kerkbezoek, ja, dat loopt natuurlijk ook bij ons heel erg terug. Ja. Maar dit soort dingen zie je, die Mariaverering verering uh, en, en zo'n bedevaarsplek, uh, die is... dan zie je dat mensen daar toch heel veel behoefte aan hebben. Want ja. ze verkopen jullie nog steeds uh, water uit de bron, waar ja, ja, het beeldje in dat ja. is. Ja. Dat is mogelijk. Ja. Ja. Wat betekent het tegenwoordig voor u? U bent vrijwilliger daar ja. en uh, door de tijd heen. Wat is het steeds meer gaan leven? Want anders blijf je het niet doen. Nee. Maar wat betekent het voor u? Dat klopt. Nou ja, ik ben uh, gelovig en uh, ik, uh, ik zet me daarvoor in, in, in de parochie. Ja. En uh, ja, ik ben dus gepensioneerd. Ik heb er ook heel veel tijd voor nu natuurlijk. En uh, voor mij heeft dat wel een, een grote betekenis, ja. Dus, uh, maar ja, er zijn heel veel uh, vrijwilligers, zeg. Het klooster is er niet meer, hè. dat is allemaal verkocht. Hè. Maar er is nog één pater, mm -hmm. Pater Weerkamp, die die hele parochie leidt met een heleboel vrijwilligers. En die zijn heel enthousiast. Dat gaat heel goed, ja. En de verhalen die u hoort van de mensen die een nieuw teeltje laten maken? Ja, dat, dat varieert ook van. Uh, meestal is dat een uh, dankjewel voor een uh, gelukkig huwelijk, of voor een gezin, of voor kinderen, of een geboorte. Of, in die zin is er niet zoveel veranderd. Nee. Zijn er bepaalde vereisten waaraan het uh, moet nee. voldoen? Nee. Ja, het mag alleen niet te veel tekst zijn, natuurlijk. Nee. Want dan past het er niet op. Dan nee. krijg je een klein lettertype. Ja. <laughs> en uh, dus is ook niet mooi, denk ik, om het helemaal vol te nee, maken. Maar... Misschien Heet... is het eenvoudige tekst. Is het beste? Ja. het beste? Heeft u zelf ook een tegeltje? Nee, nee. Nog niet? Nee, nee. Niet. <laughs> ik heb zelf nou. geen tegeltje. Oké. Okay, nou. <laughs> Oké. Okay. Er zijn een van de 700 te zijn. Dat is toch wel bijzonder, niet? Ja, ontkomt nog. Ja. Ja. Nou, in ieder geval bedankt dat u even hier het verhaal wilde vertellen. Ja. Graag gedaan. En uh, ja, veel succes ermee uh, om de gemeenschap daar uh, levend te houden. Oké, okay. dan mooie weer. Dank je wel. Ja. Deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door Hotel en Grand Café de Pau.